Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Black and White 2 Avatar Log met Sander van Gaming is Being. Ja, dat ben ik. Hallo jij. Sander, het is al heel lang geleden dat we hebben opgenomen. Ik was. Oh, hallo. En ik. Nu noem je me jij. Huh? Het is ook nooit goed, hè. Oké, ik heb echt nul idee. Hebben we echt één aflevering gedaan of zo? Want er zijn... Nee, volgens mij hebben we 2 of 3 afleveringen opgenomen. Oké, okay. Voor de mensen, ik ben met vakantie geweest, dus ik weet niks meer. Hij is opeens al zijn geheugen verloren. Ik heb Charon nog niet verslagen. Moet dat nog? Dat betekent dat ik voorloping. Nu zijn you we do be voorloping, weet je dat zeker in? Ja, je moet die badge ding. Oh nee, ja, ik heb de badge inderdaad ook nog niet. Oh fuck, ik deed per ongeluk versnelling, dat mag niet. Yo, Poliwag, die mag ik vangen. In jouw game. Dat is niet hoe het werkt, maar oké. Okay. Maar, dames en heren, ik ben dus weer met Sandring. We zijn weer herenigd en Sander is op vakantie geweest. Ja. Sander, hoe was je vakantie? Ja, leuk man, leuk. Ik heb wel van genoten, ja. Vertel ik was in principe redelijk cool, dicht bij huis. We zijn het zeg maar een rondje gegaan. Eerst zo'n beetje door Drenthe heen. Dicht bij huis dus. Mm-hmm. En later zo door naar Groningen. Provincie Groningen. Ook wel naar de stad, maar ik bedoel eigenlijk vooral door de provincie Groningen. En Vlagtwedde of niet? Hm? Ben je in Vlagtwedde geweest of niet? Vlagtwedde? Ja, dat is in Groningen. Nee. Oh. En uiteindelijk in Friesland wat gedaan. Oké. Okay. En eigenlijk, dit was eerder, dit was een beetje tussen de grens. Drenthe, Groningen, zeg maar. Daar ben ik nog eventjes langs Haren geweest. En dan denk je nu, ja maar Haren ligt toch in Groningen? Nee, de Duitse versie. Je hebt 2 Nederlandse Harens en... Echt? Ja. Ga ik dood? Oh, ja, dat bedoelde ik. Ik reageerde op jou en niet op mijn snover die dood ging. Je ging dood, hè? Nee. Kijk, hij leeft nog op 6 HP inks. Als we ze in het Engels zeggen. Dat zijn niet 7 HP inks. Ik kan tellen. Kabuur. Yo, koning. Ik heb wel besloten... dat ik niet meer op je ga wachten. Vind je dat erg? Nee, ik snap het wel als ik dit zo zie. Wat moet ik hier tegen doen, bro? Wat dacht je Alpha? Van een ijsaanval? Ja, maar weet je hoeveel hij doet? Omdat ik ook grass ben. Dan blijf ik aan het healen en dan gaat hij me steeds weer terugzetten. En dan blijf ik healen en dan blijf ik weer terugzetten. Oh, ik moet tegen een Registeel. Mm. Nice. Oké, dit zou ik officieel, in theorie, is Icy Wind beter? Moeten kunnen overleven. Sorry, ik zal mijn zin een keer afmaken. Als hij kaboom doet, dan ben ik dood. Dus dan kan ik beter gewoon Sparky voorop laten. Oh, hij doet stomp. Slim. Oh, dan ben ik ook dood. Owee, als dit een... Oké, ik wou net zeggen. Owee, als dit een zo'n critje is. 2. Ik ga dit zo hard verliezen. Ik had fresh water moeten doen trouwens. Waarom ben ik zo kaulodom? Ja, dat is een goede vraag. Oh. Geen crit. Paris, als je een crit doet, ik haat je, ik wil je ook nooit meer shiny. Ik heb je als shiny namelijk. Je wordt zo hard genaaid in deze battle, hè. Ik ben gewoon al 2 keer gecrit. Oh, nice, ik crit ook. Oh, poison point, nee. Oh. Wacht, de battle is over. Misschien gunt de game mij. Ja, de game gunt mij. Paralyzed! I'm paralyzed! Paralyzed! I'm paralyzed!
ranglijst. Oh, dit is kut. Oké, ik ga toch... Ik ga iets anders doen. Andere tacticing. Dan dit. Do not be working. 9. Dat is jammering. Maar Sander, jij bent dus nu zo'n pro gamer, heb ik gehoord. Oh. Wacht even. The real pro gamering. Ja, dat moest eventjes. Ik zal nu wel oprecht... Oh, ik heb gewoon back op deze bitch. Het is een man. Boyo, zei je. Mannen kunnen ook bitch zijn. Dat is zeker worrying. En jij maar moeilijk doen, heb je gewoon pack op die bitch. 5. Nee, eigenlijk 35 HP. Maar. Sander, ik dacht dat je in je vakantie een Pokémon Master was geworden. Ik wist niet dat deze guy pack had. Dan heb je veel pack. Nee, want ik had dus eigenlijk Galurking, want hij had pack. Dat klopt, ja. Een Zubatting? Waarom heeft die... Oh, ik wou net zeggen, waarom heeft die Poliwag geen nickname? Yo, sorry, dit is... Ja, nee, dit klopt, die is illegaal. Sorry, ik zal hem niet gebruiken. Dat kan echt niet. McChicken! McChicken. Kan okay. Bianca de bek dicht houden, ja, dankjewel. Nee, dat kan die niet. Supersonic, wat een kut team heeft deze guy. Eerst Paralyze en nu Supersonic King. Paralyze. Binnenkort te horen op Spotify. Ja, dat vertelde je mij in mijn vakantie. Ja, dat klopt, ja. Met chicken kan ook al niks. Ah! B. Oh. Nee, O komt nog niet hoor, dat duurt nog even. 10. Releasing! Kiboom! Yo, ben je aan het releasing? Pichu. Weet je op wat dat rijmt? Weezing. Dat klopt. Ja. Je kan ook nog Nederlands, kibooming. Nee, paralyzed! Je bent ook goed in het spelletje. Bruh, ik word hier best wel hard genaaid. Ik heb slechte po... Nee, dat is niet waar. Maar... Oh, astonish, dat doet niks. Kijk. Ik word de hele tijd geparalyzed en geconfused. Dat niet hoe dat liedje werkt. En het doet ook nog geen... Pittig veel damage. Hoe moet ik dit doen? Zeg maar, ik... werkt watergunt gewoon. Easy win. Ja, dat sowieso niet. 6. Hypnosis bedoel je? Dat kan wel. Maar Watergun kan deze poliswagging nog niet. Wat voor kut poliswag is dat? Back? Oh, dit is wel gunstig. Potion? Oh ja, als hij wakker wordt. Oké, okay, asleep. Before you go, go. Kerstboming. Sander, jij... wacht, ik zal je eerst eventjes je ding laten doen. Oh, hier jongen, Icy Wind en hij is gone. Woke up, nee. Oh, geen Paralyze. Silhouette is gone. Nee. Easy. You're paralyzed, you can't move. Ja, sowieso. Oh, flinched. Oh, paralyzed. Why did you put that in? Fuck. Hij heeft geen heals meer. Ik zei het toch. 4. Je bent nog steeds in je vakantie geen Pokémon Master geworden. Ja, nee, dit gaat... Ah, fuck. Ik kan hem wel stallen, maar dat gaat niet lukken. Fuck. Was ik eerst? Sowieso niet. Oeh, een Galvantula. Die mag ik op 2 manieren. Deze Pokémon wil ik. Doe even Astonish. Dat is Bite. Daar vroeg ik niet om. Ja, ga ik... Jij vroeg om Astonish. Ik ga niet in 3 beurten. Gaat hij sowieso geen Astonish doen. Want ik word altijd genaaid.
En dan heeft hij straks weer een crit en dan ben ik dood, want crit is keer 2. Nee, crit is niet keer 2. Crit is keer 1. In deze game toch nog wel. Nee, dat is alleen in de eerste 2 generaties volgens mij. Hey, in 4 is het ook sowieso keer 2. Ik dacht eigenlijk 5 ook nog. Ik dacht dat dat pas sinds Gen 6 hadden veranderd, maar... Ik ga het zo opzoeken voor jou. Speciaal 6? Voor jou. Nee, crit! Godverdomme! Oh. Ik ga nooit winnen. Ik ga dood. Tegen een Zubat, come up. Gast, hoe moet ik dit doen volgens jou dan? Je hebt nog full heal Paddo en een full heal Tulp. Die zijn echt niet one hit KO. Ook niet door een flying aanval. Fucking. Absorb. Ah, oh, wat kut dit. Dan moet ik wel tackle doen. Ja. Hier, je bent zelf sneller. Helemaal niks. Hier, easy win. Oh, ik heb ook iets wat niet helemaal tegen zit. En meteen easy win. Nou ja, maar je doet ook wel dramatisch wat echt niet nodig was. Ik heb een Poliswag verloren. Dat is... Ja, dat klopt. Maar dat is misschien ook niet heel handig gespeeld, zeg maar. Ik durfde niet naar een grass type in te gaan tegen een poison flying type. Dat was wel een crit. Poison flying type. Ja, maar dan nog, het is een Zubat. Daarbuiten, sinds Gen 2 is het al dat het maar 1,5 damage is. Ja. Oh. Volgens mij zei ik dat ook. Ja, dat zei je wel. Ik heb ook niet gezegd dat jij dat niet zei. Ik heb gezegd dat ik dacht dat het pas sinds Gen 6 veranderd was. Nee, je zei sowieso in Gen 2. Of in Gen 4. Oh ja, ja, dat zei ik ook. Een aardige jongen. Dat zei ik ook, omdat ik dat oprecht dacht. Maar ik ben een beetje verkeerd aan het denken. Yo, ja, bitch. Jij hebt je nicknames niet meer geordend op... Dat was een vorige run, toch? Dat jij allemaal scheikundige namen gaf. Dat was wel leuk. Ga ik ooit nog wel een keer weer doen. Ja, in de volgende Avatar Log. Wie weet. Of Cage Log, of Soul Link, of... Ja, Soul Link en Cage Lock moeten we gewoon maar niet meer proberen, denk ik. Nou, ik vond Cage Lock hartstikke gezellig. Yo, kunnen ze nog langer zeiken? Jeetje, Mina. 10. I'm whipping a still. Tuurlijk hit. Nou, en ondertussen kan ik wel even een verhaaltje vertellen, want dit duurt toch allemaal zo lang. Ik moet tegen een Seeking. Oh, heel Seeking. Laat me nou met rust. Oké, ik wou ondertussen een verhaaltje vertellen. Ik was dus op vakantie. En toen ging naar het station en toen had je water nodig. Oh, ja, super funny story. We gingen dus op vakantie en ik was dus op Zwolle station. Vraag me niet hoe. Hoe? Maar, teleport. Oh. Heb ik van Abra geleerd. En toen... Nee, oké. Fuck dit. Voor de mensen die de grap niet snappen, eigen schuld, dikke bul. We gaan hem ook niet uitleggen. Ja, precies, dan is de grap niet meer leuk. Maar goed, nee. Je wil echt van alles vertellen. Ja, op een gegeven moment, vakantie. Nou, ik ga even fast forwarding naar de keer dat ik in Duitsland was. En wij waren dus in Duitsland. En eigenlijk is er maar één echte goede manier om... in het noorden naar Duitsland te gaan met een boot. Dus op een gegeven moment wij lagen. Ja, met een boot. Als in, ik je ben hebt met... fucking veel grenzen. Waarom ga je dan met een boot naar Duitsland? Nee. De vakantie was met de boot, hè. De hele vakantie was een rondreis met een boot. Oh, van echt? Mijn oom. Oh, dat is ja, mijn oom heeft een boot en wij mogen daar altijd bij mee. Dus wij zijn eigenlijk het rondje van Drenthe en zo en door Friesland en zo helemaal. Dat was allemaal vanaf het water, zeg maar. Oh, ziek. Oké. Oh, dat had ik misschien... Dat had ik niet verteld, blijkbaar. Duidelijk. Nou, ik heb het niet opgeslagen in ieder geval. Maar ik vind het vet in ieder geval. Nou, het is ook heel leuk. Want wij gaan eigenlijk nooit naar het buitenland op vakantie, maar...
ja, ik geniet wel altijd van de vakantie. Dus daar gaat het om. Ja. Nee, maar goed. Het was kans om... er is één mogelijke kans. En daarvoor moet je... Om naar Duitsland te gaan met een boot. En daarvoor moet je door een sluis. Ja. En wij waren... Avond laat... Of nou ja, laat. We waren vlak voor sluitingstijd... Waren we door de laatste sluis... Dat we in Haren, Duitsland... De Duitse Haren dus... Aankwamen. Dus... Nou ja. Dat dus... Er was niemand. Nou, logisch. Vlak voor sluitingstijd op zich. En alle bruggen gingen ook automatisch in Duitsland. Dus... Ja, dat was geen probleem. En ik wil het niet here again. Laat me met rust. Dus wij gingen die dag daarna gingen we weer terug. Want dan konden we het rondje verder maken naar Groningen. En daarna nog door Friesland heen. Ja. En toen kwamen wij dus langs een diezelfde sluis weer. En die guy... Of die guy. Er stond dus ineens iemand... Iemand met een busje. En die begon al een heel verhaal tegen mijn vader. Maar mijn vader zat voor op de boot, wij achter. Dus wij hadden het eigenlijk niet meegekregen. Ja. Wel dat ze wat aan praten waren, maar weten wij veel. Dus op een gegeven moment, de guy komt naar achter en zegt... Wie is de meneer met de portemonnee? Dus ik denk, ah, oh, dit is een guy die wil een grapje maken, weet je wel. Alleen, hij bleek dus echt een portemonnee te willen zien. En vooral... 10 euro. Dus monies. Wij dachten... Mag ik er tussendoor? Ja. Sableye is... Welke types? Dark Ghost. Net die als... ga ik vangen. Nee, dus wij dachten... Dit is raar, weet je? Ik bedoel... Het leek als soort... Als een werklui-achtig iets. Gewoon iemand die daar shit moest doen voor zijn werk. Dus wij wilden eerst niet betalen. Maar er waren twee andere mensen in de sluis. Dus wij besloten te vragen. Omdat die guy ook zei van... Ja, als je verder was gevaren had je ook 5 euro moeten betalen. Dus jullie moeten ook 2 keer 5 euro betalen. Nou, dus wij vragen aan de boot achter ons. Toevallig hadden we die eerder al gesproken. En die zeiden... Ja, wij hebben inderdaad betaald. Dus ouders... pakte eigenlijk al vrij snel de portemonnee. Zo van, oké, weet je, dan zijn we er vanaf. Dus ze gaven 5 euro. Zo van, nou ja, wij komen nu door de sluis. Nu sta je er. Ja. Nou ja, die guy ging natuurlijk nog helemaal moeilijk doen. Want ja, we waren 2 keer doorgegaan. Ja. Dus ja, toen waren we 5 euro lichter en opgelicht. Dus op meerdere punten waren we lichter. Maar opgelicht omdat het eigenlijk, je hoeft het eigenlijk niet te betalen of... Nou, of we niet hoeven te betalen, dat weten we niet zeker. Lijkt me sterk, aangezien die dag ervoor niet. Maar het is gewoon, die guy, dit was heel risky en dom. Die guy was sowieso niet de guy die het geld zou moeten innen, zeg maar. Oh ja, precies. Want iemand met een busje van, het leek op soort timmerlui. Dus ik verwacht niet dat hij... Die achter... Nee, 10 euro probeerde te innen. Mm-hmm. Dus ja, dat. Ik weet niet of ik eerst was. Ben ik zo laag level dat elke Pokémon lastig is? Jezus. Nee, die heeft er niet of veel mee geen te maken. Pokémon Master, dat kan ook. Ik ben al laag level, want mijn hoogste Pokémon is level 11. En zijn hoogste Pokémon is ook level 11. Hij heeft ook maar 1 Pokémon, maar... Dan is het dus ook zijn hoogste. Kut. Oh, Mudkip is zeker nog geen rock type. Ik dacht resist. Nee. Nou, Mudkip wordt ook nooit een rock type hoor. Ground bedoel ik. Oh. Ground, rock, allemaal hetzelfde. Dat is niet waar, maar ik wou dat het hetzelfde was. Het zou logisch zijn als het hetzelfde was. Ik ga Tulp wel dood laten gaan, want die boeit me toch niks. Wow, wat een haat naar Tulp. Ja, maar ik moet iemand dood laten gaan. Check mijn team at the moment. Ja, Alpha misschien, maar... Ik kan proberen. Maar ik moet dan... Switchen oh, en dan... Oh, deze Cupchu heeft speed gaat boost. Gaat hij 2 keer kunnen aanvallen. Nachtschaduw!
Was ik full health? Ik weet het niet meer. Ik ga wel potionen. Oh, ik ga echt hard door mijn geld heen in deze game, man. Uproar, ja, ik heb ook nog niet zoveel monies. Maar ook omdat ik al mijn potions eigenlijk wel moet gebruiken. Nee! Wat dom dit. Ja, ik ben dood. Oh, niet eens. Dat was een low roll. Rustig blijven. Hij is sowieso wel eerst. Dit is kut. Want ik heb geen potion meer. Maar dan kan je swappen. Ja, naar wie? Ja, dan toch naar Alpha. Ja. Ja. Nu moet het wel. Hij is toch nog geen ground. Alleen pure potion. Poison. Ja. Ah, dan is niks aan de hand, toch? Oeh, ja, dat. Uproar doet fucking veel. Maar met een dubbel kick. Nee! Ja, ja, dan ben je dood. Nee! Oef. Hier, dit bedoel ik. Waarom word ik zo hard genaaid? Ja, ik ga dood. Ik ga echt heel veel Pokémon verliezen. Ja. Ik denk dat ik opnieuw moet gaan starten. Maar is Mudkip niet gewoon sneller? Nee. Is die Uproar ook niet een keer af trouwens? Hoe werkt dat? Ja, maar hij doet hem dan gewoon opnieuw. Ja, hij is nu calm down, maar hij gaat sowieso opnieuw. God, dit. Watergun. Oh, nu doet hij Watergun. Nu ik mijn halve team verloren ben. Ja, maar in Uproar zit je gelokt, hè? Dus. Ja, maar hij deed ook nadat hij calm down was, deed hij ook weer opnieuw Uproar. Hoe kun je verliezen van een Basculin? Dat is echt de kutste Pokémon ooit. Tja. Met Salty. Ja, check hoeveel goede Pokémon ik verloren ben. Het heeft maar 20 minuten geduurd. Bruh, check. En Tulp leeft nog. Dan had ik liever Tulp dood gehad. Nou, ik werd wel ook echt genaaid door die Basculin. Mm-hmm. Tuurlijk, die Uproar die was ook gewoon fucked up. Hoe is Uproar zo goed? Ook. Shroomish is dood. Allemaal grass types zijn ook dood. Ja, maar Tulp is ook een grass type. Die kan geen fucking grass type. Wordt tijd om pocket monsters te vangen. Ja, dan moet ik wel pokeballs hebben, maar dat kan zeker weer niet. Hier, je hebt 6 pokeballs. Ik vrees dat dat hem niet wordt. Oh, hoezo heeft deze Vanillish nou weer drizzle? What the fuck? Weet ik niet. Vanillish, dat is een van drizzle, de minst bezochte Pokémon. Kutzooi, nee. Ik ga dood. Ik weet nog niet eens tegen welke Pokémon die moet vechten. Meteen al drama. Oef, ik ga wel dood. Oh, 8. Gelukkig viel het ook maar. Oh, nee! Ik ga echt... Heb je niet geheeld? Ik heb mijn Pokémon in de box gedaan. Als ik nu eerst ben... Oh, hij doet bite. Oké. Ik kan Morning Sun en dan healen. Oh nee, ik doe tackle. Oh, ik ben zo dom. Ja, dat is niet heel slim, nee. Maar je bedoelt Rage, toch? Niet Bite. Bite is toch wat anders, of niet? Dit is Bite, die doet 2 keer van de komende 3 turns. Rage, die wordt gewoon... Zijn attack gaat omhoog, zeg maar, als je een damaging move doet. Bij Rage. Okay. Of zijn Rage doet meer als je een damaging move hebt gedaan. Dit is kut. Leer. Is dat defense zeker? Ja.
Straks kan hij... Oh, ik wou net zeggen, straks kan hij allemaal geen damaging moves, maar dat viel tegen. Moet wel Morningson doen. Oeh, een charcoal. Nice. Hij is level 10 ook nog. Milan, ik heb een dringende vraag trouwens. We zitten nu ongeveer halverwege de aflevering, hè? Nou, verder, nee, nog 5 minuten. Al. Nog 5 minuten. Heb jij iets opgemerkt? Aan mijn commentary. Heb je een nieuwe mic? Nee. Nee, nee. Het was gewoon... Dan ga je het terugzien. Oh. Oh, ja, jij kijkt niet de hele video terug, maar... Is er niet een keer iets gebeurd... Storing energy, ik let niet op. Is er niet een keer iets gebeurd dat je dacht van, hè? Wat zegt hij nou? Of waarom zegt hij dat nou? Nee, het is me niet opgevallen in ieder geval. Oké. Nu wil ik het weten. Vrouw. Oh nee, Gurley is een mannetje. Het zijn altijd de vrouwtjes die vinden. Nee, grapje. Nah. Dus ik dacht, dit moet sowieso. Nee. Hij gaat weer kut lopen doen. Wacht even. Wacht even, boys. Hoe kan hij nou weer vastlopen? Ja. Zucht. Oké. Ik weet wel wat ik kan doen hier tegen. Dan moet ik hem afsluiten, denk ik. Maar dan zie jij niks. Dat klopt. Het zit ook allemaal niet mee. Kan je wel gewoon verder spelen nu? Ja. Speel maar gewoon verder tot de volgende aflevering. Ik heb gesaved stating, dus hij zou het goed moeten doen. Ja, zie. Dan fixen we dat voor de volgende aflevering wel even dat ik mee kan kijken. Ja, dat doen we dan wel. Ik ga eerst healen. Ik ben benieuwd of het goed in beeld is, mijn intro momentje. Eigenlijk. Ik heb daar helemaal niet naar gekeken. Ik weet niet of ik dat ook hoop. Jawel. Hey, het is niet zo erg als de low battery. Het zit niet door de hele aflevering. Oh, wacht. Oeps. Ja. Nice. 5. Zo. Ik heb greater ball gekregen. Ik krijg eerst nog die bitches. De X-transceiver. Hou je kop dicht alsjeblieft. Tjalalalala. Tjalalalala. Ja, laat me nou maar met rust. Ik wil niet leven als jij tegen me praat. Ken je dat niet liedje? Leven? Nee. Nee, omdat het geen liedje is. Nou, het was een fopje. Oh, dit was niet slim. Dat klopt, ja. Wel XP. Maar niet slim. Nee, ik ga het ook niet. Ik kan runnen natuurlijk, als het lukt. Kan jij dat, Sander? Dat is de vraag. Ik wil alleen even die pokeball pakken. Potion! Mijn redder in nood. Mijn nood in redder bedoel ik. Je nood in reddering. Goodbye. Oh, nu is het wel een normal battle. Ik dacht dat het altijd dubbel was. Blijkbaar niet. Nu durf ik hem wel aan. Ik weet dat Milan voorloopt, jongens. En dat ik eigenlijk niet wilde Pokémon aan zou moeten vallen. Maar ik ben low level en ik heb maar 2 Pokémon. Oké, hij gaat zijn tanken. Misschien ga ik wel gewoon winnen. Ik wil gewoon even
trainen. Want alles is tegen mijn leeftijd. Oh, heeft Area traveled kut? 7. Waarom zeg jij 7? En net zei je ook al 5. Nu heb ik het door, Sander. Shit, hij is het door. Ik had niks moeten zeggen, toen had hij het nog niet door. Ja. Ik ben betrapt, jongens. You be betrapped, ain't. 6. Vrouw. 5. Had jij trouwens de serie Lock and Key gezien? Nee. Wat is dat nee? voor serie? Nee, oh, dat dacht ik. En laat maar dan. Ik ken het niet. Ik ben level up. Als ik maar level up. Goed, zullen we de aflevering beëindigen? Mag ik deze goodbye verslaan? Dat mag. Liefd. Als je hem kan verslaan. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, schiet hem maar op. Hij doet zometeen Dragon Rage en ben je dood, hè? Oké, we kunnen de aflevering afsluiten. Ja. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je terug bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos. Joejoe.